Vandaag zijn we hier in Leiden op deze mooie locatie in de Hortus Botanicus samen om te vieren dat het programma Erasmus Plus 35 jaar bestaat. En we vieren eigenlijk vooral alle mooie projecten van Erasmus Plus in het veld van volwassen educatie. Nou, ik vind het een geweldige middag. Ik ben heel blij met de leuke workshops. Erasmus Plus betekent voor mij verbinding, Europa en ontzettende dankbaarheid dat we dat allemaal kunnen uitvoeren. Ik vind het evenement en de workshops ook heel erg leuk en heel inspirerend. Het is heel interessant om collega's uit het hele land te treffen. Erasmus Plus betekent voor mij over de grens kijken en innovatie van andere landen naar ons toe halen. En onze eigen vernieuwing naar andere landen te brengen in Europa. Ik heb eerst de workshop Lebenslied gedaan. Het was echt een uitdaging om een lied te maken over laaggeletterdheid. En dat is ons echt gelukt. Erasmus Plus heeft mijn wereld vergroot, blijer gemaakt. Ik mocht meedoen met alles. Dus het laat mij groeien en ik groei nog steeds. Dus dat heeft Erasmus Plus voor mij betekend. Dat ik er mag zijn. Erasmus Plus betekent voor mij je eigen ideeën toetsen aan de ideeën van collega's in Europa en daar je programma of je project mee verbeteren. Nou, wat ik vanmiddag gezien heb is dat onze programma's van Erasmus Plus echt bijdragen aan volwassenen educatie. Hier waren vanmiddag mensen die laaggeletterd waren en nu niet meer dankzij de programma's. Dus meer Erasmus Plus. Erasmus Plus zorgt voor verbinding, het ontmoeten van andere mensen uit Europese landen en het besef ook dat je ontzettend veel met elkaar gemeen hebt. Erasmus Plus betekent voor mij vooral steun en onderdeel zijn van een gemeenschap van mensen die met je willen meedenken. Een gemeenschap die wil. Erasmus Plus in volwassen educatie betekent voor mij een leven lang ontwikkelen en voor iedereen.